We hebben een prachtige tour gehad langs 20 locaties waar allemaal hele belangrijke, mooie, lieve vrijwilligers bij elkaar waren. De Welkom Terug Lieve Vrijwilligers Tour. We hebben een heel leuk programma gehad. Hapje, drankje, gezelligheid. En ik eindigde stevast met een emotionele gedicht wat ik graag met jullie wil delen. Vandaag is speciaal voor jou. Even samen, even lachen, wat lekkers, oude bekenden, nieuwe gezichten, bijzondere mensen bij elkaar. Want wij willen jullie bedanken en in het zonnetje zetten voor wat jullie doen, belangeloos voor anderen, altijd weer en echt het hele jaar. Je vindt het misschien normaal, gewoon of zelfs logisch, maar voor ons ben jij speciaal. We zien je als onze collega en we zijn trots op jou, beseffen het belang en we zien het allemaal. Maar jij vindt het normaal, want je doet het graag en hebt plezier. Die ander helpen elke keer en door jou staat niemand in de kou. Vrijwillig geef jij mensen levensvreugde. Net dat momentje, net die knuffel, net die lach. En daarom is vandaag speciaal voor jou. Ik lees dan over koffie drinken, wandelen, een rondje fietsen, het nieuws doornemen of gewoonweg, het lijkt simpel, samen van A naar B. Alleen is maar alleen. En jij neemt dat gevoel weg. Je geeft hen waardigheid, verdrijft de eenzaamheid of je helpt en jij wandelt vrolijk met hen mee. Een lach, een traan, eindeloze verhalen, ze zijn zeker besteed aan jouw luisterend oor. Tuinieren, bedienen, zwemmen, computeren of als chauffeur rijd jij steeds maar weer die wagens voor. Maar jij vindt het normaal, want je doet het graag en je hebt plezier. Want die ander helpen, elke keer. Jij bent belangrijk en ook al ben je bescheiden, doe mij een lol en besef dit nou. Vrijwillig geef jij mensen levensvreugde. Net dat setje, net die knuffel, net die lach en daarom is vandaag voor jou. We vieren dus de vrijwilliger met mooie woorden, met oprechte dank, met trotse gevoelens en vooral met een lach. Want straks ga jij gewoon weer verder om anderen te laten stralen, want jij bezorgt hen steeds maar weer echt een leukere dag. Ik hoop dat je beseft hoe groot iets kleins kan zijn, hoe bijzonder iets eenvoudigs kan zijn. Alles lijkt dan misschien normaal, maar niets is vanzelfsprekend. En daarom wil ik dat jij beseft dat wat je doet fantastisch is en dat je echt iets voor die ander betekent. Want jij vindt het normaal, je doet het graag en hebt plezier. Die ander helpen elke keer, jong en oud, samen of alleen. Jij bent er echt voor elke man en vrouw. Vrijwillig geef jij mensen levensvreugde. Net dat momentje, net die knuffel en net die lach. En daarom is vandaag voor jou. Dankjewel.